De provincie bestaat 200 jaar. Daarom aan het eind van het jaar de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren. Met vier Zeeuwse 4 HAVO-klassen. Gisteren waren we in Goes, vandaag in Zierikzee. Op het Pontus Pieter Zeeman College. Nou, welkom op Pontus Pieter Zeeman in Zierikzee. De leukste school voor voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland. Genoemd naar Pieter Zeeman, een Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde, afkomstig van dit eiland. Ik wil u graag meenemen naar de klas die vandaag een heleboel vragen over de Zeeuwse geschiedenis goed gaat beantwoorden. Meneer Bartels, ik kom u een koffer brengen die hier voor het schoolgebouw is neergezet. Ik denk een koffer vol met vragen over de geschiedenis van Zeeland. Ik wens u daar heel veel succes mee. De koffer met alles wat je nodig hebt voor een quiz. Dus ook een outfit voor de quizmaster. Ik ben Olivier Bartels, de quizmaster voor vandaag. En dit is mijn vierhavengroep. Iedereen klaar? En begin maar. Eerst vullen alle leerlingen weer een lijst in met 20 meer keuzevragen. De beste 4 leerlingen gaan zo door naar de volgende ronde. Maar de gemiddelde score van de klas is ook belangrijk voor de strijd tegen de andere scholen. En de vragen zijn best pittig. Welk figuur speelt de hoofdrol in een beroemd middeleeuws rijmgedicht dat zich voor een deel in het huidige Zeeland afspeelt? Reinert de Vos. Waarom vieren we dit jaar dat de provincie Zeeland 200 jaar bestaat? A. In 1814 versloegen we de Fransen en was er voor het eerst sprake van een provincie Zeeland. B. In 1814 werd Zeeuws-Vlaanderen onderdeel van de provincie Zeeland. In 1814 werd tot dan toe Zeeuwse Goeree-Overflakkee aan de provincie Zuid-Holland toegevoegd. Voormalig minister-president Jan-Peter Balkenende werd in Zeeland geboren. In welke plaats? A. Tole, B. Capelle of C. Heinekenzand? A. Tole. Check this out. De uitslag van de eerste ronde. Gemiddeld scoorde deze HAVO-4 een 8. Iets minder dan de 8,6 van gisteren. Maar alles is nog mogelijk, want in de volgende ronde vallen nog veel meer punten te behalen. Maar wie gaan die ronde spelen? De derde die doorgaat is Reinier met 11 punten. Ronde 2. 4 kandidaten. Ariel, Doris, Reinier en Vera. Opnieuw meer keuzevragen. Ieder goed antwoord levert 2 punten op. Pieter Zeeman. Jullie weten natuurlijk allemaal wie dat is. En dat hij het Zeeman-effect ontdekte en een Nobelprijs won. Maar de vraag is, waar werd Pieter Zeeman geboren? Is dat A. Zierikzee, B. Zonnemeren of is dat C. in Brouwershaven? En het goede antwoord is letter B. 4 keer goed. Voor vraag 2 kijken we eerst naar een filmpje. Nee, dames en heren. Dit zijn geen dames die een behandeling van een schoonheidsinstituut ondergaan, doch zich invetten alvorens te water te gaan voor de zwemwedstrijd over de Schelde. Deze jaarlijkse wedstrijd om de Scheldebeker is lang niet gemakkelijk. En bijna 2 uur is er nodig om de grote wateroppervlakte over te zwemmen. De Scheldebeker, deze zwemwedstrijd, werd vroeger jaarlijks gezwommen. Maar met het drukke worden op de Westerschelde kwam daar in de jaren 60 een einde aan. Afgelopen zomer werd de klassieke wedstrijd voor 1 keer wel weer gehouden. En zwommen de deelnemers van Vlissingen naar Breskens. Hoeveel kilometer werd er gezwommen? Was dat A 6 kilometer, B 8 kilometer of C 10 kilometer? En dat was 6 kilometer. 4 keer A. Dat gaat goed. Zoutzieden was in de middeleeuwen een belangrijke activiteit in Zeeland. Waar werd het Zeeuwse zout uit gewonnen? Was dat A uit het water van de Ooster- en de Westerschelde?
B uit het veen of C uit de zoutbanken? En het goede antwoord is het veen, dus letter B. Hier in het Stadhuismuseum in Zierikzee, daar hangt ook een heel bekend schilderij dat alle aspecten van het zoutzieden laat zien. Ik krijg een afbeelding te zien. Welke Zeeuwse stad zien we hier? Is dat A, Zierikzee, B, Rijmerswaal of C, Tholen? En het goede antwoord is letter B, Rijmerswaal. Rijmerswaal was ooit de derde stad van Zeeland, maar door meerdere vloeden werd het door de zee weggevaagd. Sindsdien spreken we ook van de verdronken stad Rijmerswaal. En voor vraag 5 hebben wij iets lekkers meegenomen. Jullie weten allemaal wel wat dat is, namelijk de Zeeuwse bolus. Toch is de bolus veel minder Zeeuws dan jullie misschien denken. Wie bedachte deze lekkernij ooit? A. De Turken, B. De Spanjaarden of C. De Joden? En het goede antwoord is C. De Joden. Het woord bolus komt eigenlijk van het Jiddisch, een soort Joodse taal is dat. En in de 17e eeuw werd door de Joodse bakkers in Middelburg gebakken. Tot zover de tweede ronde met 3 kandidaten met 8 punten en 1 kandidaat met 4 punten. We nemen dus helaas afscheid van Ariel. Oh. Dat hebben we goed gedaan. Ariel, bedankt. Ariel, bedankt. Goed gespeeld. Ronde 3. Nog 3 kandidaten. Geen meer keuzevragen meer, maar wie het eerst op de bel drukt. 5 punten voor ieder goed antwoord. Welke Zeeuwse voetballer werd in 1961 in Oost-Soeburg geboren? Danny Blind. Lekkerijn. En Danny Blind was inderdaad het goede antwoord. Bij vraag 2 hebben wij een filmpje. Terwijl men op vele plaatsen in ons land druk bezig is met de oogsten van het najaar, zoals die van suikerbieten, en terwijl in de boomgaarden de pluk van late appelen en peren in volle gang is, heeft men op Zuid-Beveland, dankzij het zachte weer van de laatste weken, de handen vol aan een zeer goede oogst van aardbeien van de koude grond. Noem het gebied op Zuid-Beveland dat bekend staat om de fruitteelt en daarom ook om de schitterende bloesems in het voorjaar. Hoe heet dat gebied? Ik ga er niet uitkomen, denk ik. Het antwoord was de zak van Zuid-Beveland. Ik dacht er nog wel aan. Welke Zeeuwse badplaats, de oudste van Zeeland, stond rond 1900 bekend als kuuroord voor de elite en werd zelfs bezocht door Europese adel. Iemand uit het publiek? Zoutelanden. Domburg. En Domburg is wel helemaal goed. We gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek. Elke ochtend vaste prik. Draai ik Simon, draai ik Nick. In mijn play klinkt het Roshane en ik voel de boel ontspannen. En bij elk plat cliché komt er weer een ferme wee. Ik leg zo 3 kilogram door dat stel uit Volendam. Jullie hoorden een bekende Zeeuwse cabaretier met een ode aan Nick en Simon. Hoe heet deze zangeres? Lastiger dan ik dacht, maar mijn moeder vindt het heel vervelend, dat weet ik wel. Nee, ik weet niet. Met iemand uit het publiek het misschien? Als niemand het weet, weet niemand het, dan is het Katinka Polderman. We zien een kaart verstuurd uit een Zeeuwse stad. En welke stad is dat? De naam van de stad. Veren. Nee, dat is niet goed. Sluis? Sluis is het goede antwoord. Vera, waar zag je dat aan? Aan de gracht.
Aan de gracht. Is daar niet ergens anders aan? Ja, de kerk, maar die lijken allemaal op elkaar. Oké, wat jij een kerk noemt, dat was het Belfort, zo'n hele hoge toren. Een Belfort is eigenlijk een soort klokkentoren, meestal los van een kerk. En daar hangt dan een hele grote bel in. En de enige Belfort van Nederland, dat is een sluis. De laatste vraag gaat over een voorwerp. En daar hebben we een speciaal voorwerp van meegenomen. Uit het Stadhuismuseum hier in Zierikzee. En dit voorwerp, dat heet een spade. Voor welk specifiek gewas werd deze spade gebruikt? Dit werd gebruikt, maar dat is nog niet het antwoord natuurlijk. Een plant waar vroeger rode kleurstof uit werd gehaald. Hoe heet die plant? Doe het even. Bieten. Nee, dat is helaas niet goed. Misschien dat er iemand uit het publiek het weet. Ja, we kunnen het ook nog even laten zien, ja. Misschien dat je het dan wel weet. Onkruid. Nee, het is geen onkruid. Het is meekrap. En meekrap gaat om de wortels. Vandaar die wortels zijn 50 centimeter tot een meter lang ongeveer. Dus vandaar dat je een hele lange spa nodig hebt om de wortel eruit te krijgen. En dat was ronde 3 met een gelijk spel, namelijk allemaal 5 punten. Dat betekent een benaderingsvraag. Wie er het verst vanaf zit, valt alsnog af. Onze Sint-Lievens Monstertoren, ook wel bekend als de Dikke Toren van Zierikzee. Hoe hoog is die? Niet stiekem kijken. En wat hebben jullie opgeschreven? 180, 51 en 56. En het goede antwoord is 62 meter. Dus dat betekent dat Doris helaas afvalt. Maar toch heel goed gespeeld. Ronde 4, de finale. Wie wint deze aflevering van de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren? Reinier of Vera? 10 punten voor ieder goed antwoord. Pas in 2005, dus meer dan 50 jaar na de watersnoodramp van 1953, werd in Ouwekerk het Watersnoodmuseum geopend. Waarom in Ouwekerk? Vera was eerst. Bij die dijk was de doorbraak. Doorbraak van de dijk. Nee. Daar liggen nog overgebleven caissons. De caissons is goed. Het is gevestigd in de caissons. Want in november 1953 werd daar het laatste dijkgat van Zeeland afgesloten. Kijk goed naar dit filmpje. Hier zien we een toeristisch uitstapje in de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar wat is hier de bezienswaardigheid? Hoe heet die bezienswaardigheid? Het is een dijk van ruim 4 kilometer. En hoe heet die dijk? Goede antwoord had moeten zijn de Westkapelse Zeedijk. En deze dijk beschermt niet alleen het dorp Westkapelle, want daar ligt hij dus. Maar in feite heel Walcheren beschermt deze dijk tegen de zee. En dat betekent dat we al een winnaar hebben. Reinier. Toch spelen we de laatste vraag nog even voor de punten. Als het aantal precies goed is, kunnen er namelijk nog punten voor het scholenklassement verdiend worden. In Wemeldingen vinden we de hoogste Vlietberg van Zeeland. De vraag is, hoe hoog is de Vlietberg van Wemeldingen? We zien bij Renier 28 meter. En bij Vera zien wij 16 meter. En degene die er het dichtstbij is, want het antwoord is 12 meter, is Vera. Helaas geen punten meer, maar dus wel een duidelijke winnaar van de klas, Reinier. En dan nog de totaalscore van deze klas, 61 punten. Het Ostria in Goes scoorde gisteren 65,6 punten en blijft dus bovenaan staan. Het Pieter Zeeman staat voorlopig mooi tweede. Volgende week zaterdag zien we hoe de 4 HAVO van scholengemeenschap Nealenia in Middelburg het doet. Tot volgende week. Ik had nog een hele speech voorbereid gegeven. Ja, niet zozeer voorbereid, maar
in gedachten een beetje. Ik wil natuurlijk mijn leraar bedanken voor die kennis die hij mee heeft bijgebracht. Wil je meer weten over de geschiedenis van Zeeland? Kijk dan op www.zeeuwseankers.nl.